Terwijl de selectie van Ajax al lang en breed op het veld staat voor een training, wordt Kenneth Vermeer door zijn vriendin bij de toekomst afgezet. De zwaar geblesseerde keeper komt zijn vrienden en ploeggenoten opzoeken en vertelt ons wat er precies gebeurde op donderdag 12 augustus. Ja, eigenlijk de training ging eigenlijk heel lekker tot het moment dat ik... we deden een afwerkvorm, het laatste vormpje van de training. En het was een voorzetvorm. Niemand in de buurt, ik stap uit en ik voel eigenlijk een knal van achter. Het leek net of ik van achter werd getrapt. En ik lag er nog. Ik wou opstaan, maar ik kon niet meer steunen op mijn voet. En wat dacht je toen? Wat was je eerste gedachte? Toen wouden we voor de zekerheid wel een MRI-scan maken om voor de 100% zekerheid. En daar werd het helemaal duidelijk dat helemaal was afgescheurd. Ik ben eigenlijk gelijk de dag daarna geopereerd. De vrijdag had de dokter afspraak de 13e, dat klopt, maar de operatie is wel heel goed verlopen. Ben je bijgelopen of niet? Maar niet zo echt, niet echt. Dus dat de operatie 5 of 13e was, dat nee, dat maakte voor mij niet uit. Het was gewoon zaak dat ik zo snel mogelijk geholpen kon worden en dat kon de vrijdag. Alles goed? Job. Ja, rustig maar. Hier is niemand. Hier is niet. Nou, dat gaat goed eigenlijk. Ja. Ik heb geen pijn, sorry. Nee, maar ja. Het is wachten tot ik... Heb je al eelt op je handen? Ja, morgen als ik opsta, als ik weer even mijn krukken pak, dan voel je echt je handen even van... Spierpijn tussen de botjes, hè? Ja, dat is het dan. Ja. Even buiten kijken, kijk dit. Ja. Ze hebben gezegd dat het ongeveer 5 à 6 maanden gaat duren, dus het is wel een lange tijd. Maar ik neem ook de tijd ervoor. Ik wil niet te snel gaan instappen. Ik wil gewoon zekerheid hebben dat alles goed is genezen en sterk genoeg is voordat ik weer ga beginnen. Dus we hebben de tijd. Er staat 6 maanden voor, dus ik neem ook alle tijd. En hoe voelde je je toen je hoorde dat het waarschijnlijk wel een halfjaartje gaat duren? Ja, eigenlijk zwaar kloten natuurlijk. Je was de competitie was net begonnen voor de Champions League. Dat mis je dan allemaal, maar daar heb ik me eigenlijk ook wel heel snel overheen gezet. Omdat ik gewoon puur de focus op mijn revalidatie wil zetten. Hoe lang moet je in het gips blijven? Tot nog 2 weken in het gips. Daarna krijg ik een walker. Dan kan ik rustig gaan beginnen met de krachttraining. En tot die tijd, je mag er niet op steunen? Tot nu toe mag ik er nog helemaal niet op steunen. Dus je kan eigenlijk heel weinig? Heel weinig. Het is thuis voornamelijk in bed liggen of op de bank zitten en tv kijken. Saai, of niet? Saai, ja. Dat doe ik nu al ruim 3 weken. Daarom probeer ik zo nu en dan toch even naar huis te gaan, zoals vandaag. Dat je toch even wat anders meemaakt. Ja, en hoe breng je je dagen meestal door? Ja, het is meer in bed met mijn kleine of op de bank. Prison Break heb ik dan weer helemaal opnieuw gekeken. En ja, bijna elke dag kijk ik een dvd'tje. Ik heb het al een keer meegemaakt met mijn knie, ben ik ook geopereerd, dus daaruit wist ik ook. Ik had het al een keer meegemaakt dat ik er wat langer uit ben geweest, dus daarom was het ook voor mij wat makkelijk om eroverheen te zetten. Je klinkt wel positief, je hebt je er echt wel mee verzoend, of niet? Jawel, eigenlijk vanaf het moment dat ik hoorde dat het zo lang zou gaan duren, eerst ja, je zit er wel even mee, maar zo lang heb ik er geen last van gehad. Nou, ik spreek de jongens van de selectie spreek ik bijna dagelijks. Fernand, Anita, Urbi en al die jongens. Af en toe Jeroen, Maarten. Dus je houdt er toch wel even bij. Heb je jezelf een doel gesteld wanneer je weer fit moet zijn of niet? Nee, er is tegen mij gezegd dat het rond midden maart zal zijn. Daar hou ik me ook aan. Alles wat eerder is, voor mij gewoon mooi meegenomen.